bijzonder goed ligt. Pa was ook gewonnen in 2011, ook vaak in de top 5 hier, maar dat is de logica zelf, dat is namelijk altijd de plaats van een goede paus. De wereldkampioen wil punten op de i, start goed, Van der Poel wil er tussenuit, heeft zich wat laten insluiten, maar heeft nu wel uit de wiel van de wereldkampioen, die met de lange dappere halen hier over de streep komt en nu pas gaat zitten en nu die bocht voorbereiden. Ja. Kijk, luister naar het geluid van die remmen. Betere bocht, vroeger reed ze rechts, altijd ellende, troef, nu links het bos, alles netjes opgelost. Dat is nog een flinke wijziging. Voilà, daar rijden ze al op kop en we zijn nauwelijks 500 meter ver. Merlier ook goed mee, ook hij sprint snel als hij is, mist dezelfde zijn start. De kampioenendans, de wereldkampioen, zijn naaste belager. Laten we zeggen de wereldkampioen van 40 minuten tegen de wereldkampioen van 1:05. Van der Poel met de overname. Zweek bij de pinken. Mensen die ook wil opschuiven, daar wat komt trummen naast Merlier, een plaatsje wint van Kessel ook goed weg. Logica wordt gerespecteerd, ook Pauwels ook goed weg, dat was op het WK ook al het geval. Daar wist hij, daar gaat op die gevaarlijke weg altijd iemand tegen de grond. Ja. Keer op keer, dat is Ingmar uit de Willige uit Zand. Het duurde lang, alvorens dat er iets te beleven was in die bocht. Rips. Ja, die ligt zo wat schuin, dat watert af allemaal naar die grote plas. Die bocht krijgt dus een naam, dat is de Boerbocht. Ja. De Boer was de eerste die daar bij de vrouwen ten gronde ging. Van der Poel in de aftastfase, maar opgelet, ja, bij een lang rechtstuk. Aftasten. Gaat hij onmiddellijk het tempo opjagen. Als hij dat in de gaten krijgt, dat Wout op plaats 4 zit, dan denk ik dat hij nu al gaat eraan snokken. Maar daar komt dan wel een trap. En die lacht natuurlijk Van Aert toe. Hij gaat vertrekken. Hij gaat vertrekken. Dat kan hij niet laten, dat is best is. En dan deze rechte lijn. Zag je Van Aert de Kempenaar, ja, kijken in de ogen van de andere Kempenaar? Ja. Neem je over, vriend, of ja, moet ik dat weer gaan oplossen? Wie zit er hier in mijn wiel en wat moet ik daarmee doen? Moet ik daar naar kijken of proberen op kop te krijgen? Maar het was 7:42. We gaan daaronder duiken. Hè. Het zal nipt zijn, maar we doen het wel met 7:39. Voilà, nieuwe toptijd wat de ronde betreft. Dat is leuk om mee te geven. Van der Poel, Mathieu, 7:39. Ruffe, 5. Ja, ja, je ziet het. Er zijn breuken gekomen en niet zomaar een breukje. Het is de moeite. De ravage is behoorlijk. Pauwels, voorlopig nog schijnbaar easy going. Wellicht omdat er op dit ogenblik nog niet meer in zit. Pauwels altijd dood eerlijk. Maar opschuiven zou hij nog wel doen. Wel serieuze klanten hier voor zich uit. Toch geeft Van Aert hem geen sikkepit vrij. Nee. Prestaties altijd op dit soort ondergrond. Houdt ook van de vlakte. Doorgaans ben je goed op het terrein waarop je geboren bent. Je speelt mee. Het is een soort van guerrilla-oorlog. Van der Poel een paar keer, nu Van Aert, gedreven door dat thuisgevoel. Maar je hebt daar toch wel een paar jongens van de Kempen, zo'n beetje als stiekemers mee, toch maar mee opletten. Nu wel met de grote halen van Aert, komt daar ook goed uit die bocht. Dus op het maximum. Nog eens optrekken, Maarten. Bij mij Christophe Rothoft, het is een soort van guerrilla-cross. Af en toe delen ze een prikje uit. Ja, ze proberen allemaal om weg te rijden, maar dat lukt op dit parcours is bijna onmogelijk omdat het toch nog rap gereden wordt en net niet lastig genoeg is dan, denk ik. Welke indruk geeft Mathieu van der Poel, ja? Ja, best oké, denk ik. Niks aan de hand. Misschien geen super dag, maar wel in orde. Hij hield rekening met een derde renner. Jij ook? Ja, Lille is toch traditioneel een cross waar dat er een paar renners bij elkaar komen. En het is ook niet de eerste keer dat hij gesprint was voor de overwinning. Dus ik denk dat Kevin Pauls wel eens een gevaarlijke klant zou kunnen zijn. Dan zien we nu opnieuw guerrilla en opnieuw een kloof. Dankjewel, Christophe Rothoft. Ja, dit is echt van aardstrook op en top. Hier kan hij dus dat vermogen omzetten in een fantastische snelheid. Dan komt daar een Van der Poelstrook. Dat zou dan nu moeten bewezen worden. Van der Poel zag daar toch wel dat hij alle zeilen moest bijzetten om Van Aert bij te benen. Ja, en
dan spreken we nog niet over de rest, over de derde en over de vierde. Dat was wel een hemelsbreed verschil. Qua klasse. Door het feit dat ze daar op dat kantje daar boven naast elkaar kwamen, dus ze tempo er weer wat uit en helemaal ze weer aansluiten. Ja, dat is zonde, want Wout van Aert wou echt wel koersen. Wou de koers keihard maken, maar op deze manier, als je dan toch bijna ten val komt of het tempo gaat eruit, ja, dan is dat weer helemaal opnieuw of herbeginnen. Met andere woorden, zelfs in het bos maakt de regen het parcours met druppel interessanter. Aanval van Aert. Versnelling van Aert. Ja, kan het niet laten. Is heel goed, is beter geworden naarmate de wedstrijd vorderde. En dan maar proberen. Hè. Dus zijn manier is keihard rijden. Dat is daar een ander traject dan Van der Poel? Dat is zijn hobby. Dat denken wij ook. Ja. Dat hij over een stijl zeer goede benen beschikt. Die benen zijn er. En dat is ook gebleken in de tweede wedstrijd van het wereldkampioenschap. Nog één keer iets vertellen over die tubus. Die platte tubus in 100-voud. Die waren niet op één plaats plat, maar op verschillende plaatsen. Dat waren geen sneetjes, dat waren hele happen eruit. Ja, ja. Ai, ai, ai. Daar heeft Meester zich bezeerd. Ja, ja. Paus binnen. Slechte moment om binnen te gaan. Als het moet, moet het natuurlijk. Ja. Dat zou wel moeten zijn. De linkshandige. Proper fiets, maar plots moet hij op een langere jacht. Als Van Aert op kop zit, gaat de tempo op de technische stukken wat omlaag. Ja, moet nu weer wat gaan knabbelen. Dus weer van dat paadje afgeraakt. Maar dat zijn maar centimeters, hè, maar dat vreet aan je. En dat geeft ook de concurrentie dan weer de tijd om terug te keren. We gaan nog eens kijken naar wat Meeuwse daar overkwam. Daar komt hij uit de bocht. Wat brutaal en dan heel even inderdaad met de bovenarm tegen een van die knobbels van die nadar. Ja, net tussen twee nadars nog een kleine tik. Die weer overneemt. En de volgende passage aan de streep. Ja. Gaat de grote man, de wereldkampioen van Lille, dat oplossen? Hij trekt zich in elk geval op gang. Maar het is niet echt met de verf. Je kunt niet anders. Maar hij moet wel. Hij moet wel. Ah, is goed bekeken van der Haar. Zeer goed bekeken. Op deze manier neemt Telnet Fidea de wedstrijd in handen. Het is voor de tweede keer dat hij dat probeert. Het is de juiste man dat ze vooruit sturen. En dat is met veel zwier, met enorm veel schwung. Meeuwse blijft uiteraard zitten. Geweldig. Hopend op de reactie van Van Aert. Omdat dat hem precies tot de winst kan leiden. Eindelijk nog eens wat ploegwerk, ploegtactiek. En de ene Nederlander host niet achter de andere. Dat is al vaker zo geweest. Op een halve minuut. Dit is een prachtig beeld met een gefixeerde camera, maar dan heb je toch wel een indruk van die immense snelheid. Aanval van der Poel. Hier komen de leeuwen. Aanval van der Poel. En nu Tom Meeuwse. Heb je daar nog een antwoord op? Dan komt Van Aert van achteruit. Ja, ja. Opgelet, want die zou wel eens kunnen doortrekken. En dan een handje. Wel. Dat een wonder, wel een wonder dat hij daar is rechtgebleven. Gewoon om met twee wielen gelijk te slippen. Fantastisch beeld. Maar de drang is zo groot. De drang is zo groot. De ene, de wereldkampioen, wilde voor zijn thuispubliek. En de tweede, ja, die is stuk natuurlijk op een 18e seizoenszege. En dan gaan we het nog eens bekijken. En ze komen langs alle kanten. Plots voorkom ik een meisje. En daar komt de andere ook langs dezelfde zijde overigens. En hier gaat hij dan onmiddellijk doorstoten. En daar gaat hij slippen. Wellicht vanwege te veel kracht zetten. En het is niet bewust. Verre van. Maar hij blijft risico's pakken. En ook Van der Poel ging daar weer andermaal breed uit in die volgende bocht. Oh la 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 la. Foute last, hè, mensen. Zit toch weer op kop. Foute last. Bij wie breekt de veer nu het eerst? Hier gaan we aan de bochtjes beginnen. Wie gaat erin? Valt erop aan om de loesje. Drukken van de voor. Hier gaat hij aan de binnenkant bocht en dan gaat hij van Aert te voet zetten. We zitten in zon over. Echt gezien, maar het is plezant. Het is heel plezant. Andermaal die vertragingsactie en dan weer naar boven knallen. Omdat hij weet van ik doe dat beter dan mijn opponent. Dit is wel allemaal Van der Poel wat er nu komt. Ja, dat is inderdaad het geval en dat beseft hij. Oh la 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 la. Hier komen de knallers.
Opgelet, hier bij de volgende bocht, daar slippen ze al een paar ronden allemaal. Vandaar wat voorzichtigheid, lopzakje hier op en af. En daar is het gedaan. Is dat vroegtijdig gedaan? Een brede zwaai van Van Aert. Om te beletten dat Meester nog passeert zeker. En dan is Van der Poel al een eentje weg. Dan heeft hij 1, 2, 3 en een halve seconde. Dat is zijn dat ik verkeerd tel, maar het gaat erop lijken. Andermaal een versnelling van Van der Poel. Hey, degene die het mooiste recht blijft gaat hier in Lille winnen. Maar het is nog niet over, het is nog niet over. Het is nog maar 400 meter. Het is nog niet over, er komen nog een paar bochten. Het is zo over als je maar kan denken. Ik ga pas klappen bij de laatste rechte lijn. Over, waar zijn ze? Daar zijn ze bijna. En daar komen we nu aan toe, aan dat brede scherm. En dan gaat hij zijn voorsprong nog uitbreiden. Dan is er niks meer aan te doen. En Meeuwse? Of de slimmigheid moet doen. Meeuwse was klaar. Intelligentie. Meeuwse zit klaar aan het wiel. Van der Haar is op papier de rapste. Maar die zit wel in de minst gunstige positie om op het podium te komen. Dan kunnen we ondertussen hier Van der Poel opvangen. Dat doen we in die laatste rechte lijn. Hier in de achtergrond zijn ze aan het speculeren. Ze is binnen. Na Maldek en Wind van der Poel, ook hier in Lille, na een daverend spektakel. What a hell of a race, Mathieu van der Poel. Voilà. Hier in Lille voor de tweede keer. In 3 jaar. Woeps. Van Aert 3. Pauls op 4. Van der Haar op 5. Van Kessel op 6. Van Tournaert op 7. Vermeers op 8. Paastaans. Dat lijkt me gecorrigeerd. En Van der Poel op